Het tweede seizoen zijn we heel slecht aan het seizoen begonnen. En ik denk dat iedereen, of bij iedereen het besef er wel was dat we dat dit jaar niet mochten laten gebeuren. Luc Dompé. Indraaiende bal. Daar is Tambedo. Kan er dit niet bij. Weggekopt door Tremoulin. En dan Tchirani. Krijgt die bal nog bij Vos en dan gaat hij erin. Rommers met de hoekschop. Wegdraaiende bal. En daar is de kopbal van Lopez. En daar is de beslissing. Dietz baalt, want beseft dat de drie punten hier in Waregem blijven. Congratulations. Oké. Okay. It is what we have to do. And we will do it every day. Rommers mag nog eens. Krijgt een herkansing. De lat. Ja, ze zijn er meteen hoor. En dat is een mooie dubbelpaas. Sangare heeft verloren. Dit is een mooie dubbelpaas. De linker. Vines en de bal gaat binnen. De volgende weekend is naar Uruguay. Dus we hebben een hele wedstrijd, maar we zullen een plaatsje hier. Jamais un bon moment pour venir à Bruges parce qu'on parle du champion. Les gens pensent un bon moment parce qu'ils ont perdu à Eupen, mais Bruges reste une Bruges, ça reste une grande équipe. Skovolsen, Van Aken, goed van voet naar voet, prachtig uitgespeeld door Club Brugge. Skovolsen legt hem in het dak van het doel. David Souka neemt zijn tijd. Ze staan wel achter, hè, Zultenwagen. Braam wint zijn eerste luchtduel. Ja, Meijer toch de voorzet van Deva. En dan de goal. De gelijkmaker is een feit. Legt hij perfect in het hoekje. This is a good sign to believe that what we are doing now. I'm proud to be your coach. Heine met de aanloop plaatst hem binnen. Jos, Tchirani moet uitstappen. De voorzet, daar is Nemeth. Kopt hem binnen. Beste mogelijkheid voor Zultenwagen. Nog niet afgelopen. Fadira brengt de bal voor. Daar is Vossen. En die scoort. Genk weer in de grote partlijn. Heine klokt zich bij de bal. Heine! En dan gaat hij binnen. Missertje. Tresor meteen draaien de bal. Daar is de kopbal en de goal. Volgende week volgt Charleroi. Het is goed dat we terug thuis spelen, dat we direct terug met de supporters proberen op een positief resultaat kunnen neerzetten. Ja, dat is een goede bal in de rug van de verdediging. Het Tchirani op snelheid. Verderen naar de eerste paal, daar komt hij. En daar is het doelpunt. Maar nu komt het moeilijkste. Goli Zadé, goed in de loop van een Kuba. Een Kuba in één tijd. Heijmans, schitterende goal. Charleroi. Zarouri. En dit is een goede voorzet, daar is Kayembe. Morioka, de tegenaanval nog. Hier is Anna Zarouri en die veld het verdikt over deze wedstrijd. Maar zoals je zei, het is samen dat we dat gaan doen. Er zijn momenten dat je iets goeds ziet en er zijn andere momenten dat je moet punten nemen. En we zijn in deze situatie waar je moet punten nemen. Af en toe is een bal in de tribune, waarom niet? Denkie, afleggen. Hoe heet dat met de plaatsbal en nu is het wel raak. Vierde kans erop. Voor doel is Vossen. Fadira kan terugleggen tot bij Rommers. De mogelijkheid om op voorsprong te komen. Teddy Tuma. En de goal en de voorsprong voor Minant. En dit is geen offside van Dingra. 1 tegen 1 tegen de Rijk. Hij is er langs. De hoek is scherp, maar de bal gaat toch binnen. En een doelpunt voor... Die zit nu op de bank. Tuma heeft er net al eentje gescoord. Dus is het aan Eckert Ayensa. En hij zet Union op. Sangaré opent. Zoukadosi met de voorzet. En de kopbal en de goal nog. Voilà. En het is Stambra met zijn allereerste. Hong. En daar is Kuipers. Met het doelpunt. De tweede zone. Waar is een Gadeu die terugkomt? Daar de Poitre raakt de bal maar half. Maar.
En ook de meesten die aankomen in de Jupiler Pro League. En daar is meteen het doelpunt. Koita tegenover Chirani. Abu Koita, knappe beweging. Koita voor de goal gezet en 2-0. Gemist. Dus kijken wat hij nu gaat doen. Bruno, ja, kiest prachtig de hoek. Bosuut de andere kant uit. 0-3. Gumiskaya. Dropt de bal in de box. Dat is goed doorgekopt en deze gaat erin. Shadli. Madsen met de tweede bal richting tweede zone. De kopbal en het staat al 2-0. Lyle Foster. Moment. Dit is ook een venijnig moment. Wat zult Wargem deze tegenprik betreft hier Vossen. Goed gedraaid door Casper de Norre. Dan meegeven met Mario González. De kans en de goal is er voor Oud-Heverlee Leuven. Met de stiel naar Koen Kien met de plaatsbal. Het staat 1-2. Een knap werk van Oud-Heverlee Leuven. De voorzet González met de 1-3. Fadera. Oh, Fadera gaat het dan zelf proberen afwikken. Ballen. González, het zo meteen afmaken. Nou, traag is hij ook niet hoor, Mario González. Dat doet hij uitstekend meegeven met de Norre. Jawel, het staat 2-4. Dus bevestigt die 6 minuten. Mario González, diepte ingestuurd González. Voorbij de rij, González. Jawel, hij maakt er 2-5 van. De derby. Omdat de match is dat je als boer gewoon moet meemaken. Omdat de kortste verplaatsing is waar het langst naar uitkijkt. Omdat de nieuwe match is waar je weer over kijkt. Omdat Holland niet zomaar alles. Omdat niet alleen gaat over tactiek en techniek. Maar niet de nieuwe strijd tussen de lijn. Meer is dan 22 spelers in een bal. Omdat het passie is, de emotie is, de derby is. De tijd van de derby. Het is een derby. En een derby, I repeat boys. When you go outside in the tunnel, when they look at you, they will see that you are ready. That you are really ready. To win this fucking game. Even de crochetbeweging. Daarna met de voorzet. En de on-goal van Wille. En het doelpunt voor Kortrijk. I don't ask you to play. I ask you to win this game. Voorzet Novatus blijft hangen. Vier op de lat. Vossen met de hak. En daar is de gelijkmaker. Meedoen. Een doelpoging van Jelle Vossen met zijn hak. En de kopbal, de goal. Van Zinho Cano. Oeh, opletten, dat is een penalty. Dat is een penalty. Sitch komt gewoon te laat. En trapt daar tegen het been van de tegenstander. Dus de baltoet zal het zijn voor Zonder Waardig in dit seizoen. En hij schiet hem met laatste kans misschien, nee. Ook dit loopt verloren. De 6 extra minuten zitten erop. Timothy de Rijk begint al te vieren, wat hij weet. Het is afgelopen. En Zulte Waregem komt hier de derby winnen. At one moment, the work you are doing, this work will pay. And this is only the first step. In Waregem, Zulte Waregem tegen Anderlecht. Het is een match super important. Nou met Vosse topschutter. Daar is de eerste goed poging. En meteen het doelpunt. Ja, Vosse. Silva tegenover Bostien.
en hij trapt hem rustig binnen. Daar gaat Arnstad weer diep. Daar is de voorzet aan de andere kant. Schalen goed teruggelegd. Diawara. Hij schijnt zich op het veld. Ziet hij. Hij zit waar in de grote zin. Kijk maar. En Dano met de winning goal in de 95ste minuut. Hij doet het weer. Bonen. Ja, Bonen gaat daar zijn kant. De Wargen blijft wel komen. En... ja, dat is ook oké. Schitterend, want geen buitenspel van Atanga. Atanga legt hij de bal af. Atanga doet het zelf. Wel zo. De penalties heeft getrapt. Linksonder. Dussain doet het rechtsonder. En Standaard staat nu alleen voor. De bal moet naar Melegoni. Of naar Raska. Die Raska die weer dringt goed aan en maakt het nu af. Nee, het is uiteindelijk Perica. Misschien nog één doelpoging van Standaard in de allerlaatste seconde. Nicolas Raska wandelt er gewoon doorheen. Raska. Raska. Wauw, wat een actie. Mechelen, nu een hoekschop. En dan Verstraeten nog eens van op afstand. Hij scoort deze keer. En op die manier 1-0. Uitweg van Willen in de tweede zone is Storm. Hermans kiest positie. Een gooi gaat over de achterlijn. Goeie actie. En dan is daar de ongoal. Maar verschuilt wel Louis Bastien. Geen buitenspel van Federa. Gaat in de grote baklijn terugleggen. Dit is de kans voor Zottewagen Sangaré. Met de 1-2 te lokken naar links. Zo lijkt het wel. Vossen of Koeken, het woord Vossen, 2-2. Tegen een paar... De bal blijft nog wat hangen. En dan net geen buitenspel van een 3. Dat is opletten geblazen, een 3 met een kans. Dit is een zuivere mogelijkheid, dit is een doelpunt. Genoeg geblazen. Charles Cook. En de goal van Charles Cook. Bal weggewerkt en nog Novatus. Nee, nog een keertje voorzet. Gano, daar is hij. Dat toch zijn lengte is kunnen gebruiken. Of hij zich wil aanbieden. Manier nog met de wipper. Een 3. En daar is de goal van Nuhu. Deze kan ook belangrijk zijn. Derde extra minuut. En hij schiet hem binnen. 2-3 net voor de rust. Dubbele pech voor Zultewaregem. En daar is de kopbal en daar is de goal. De corner. Lucas Willen. En dan gaat die bal erin. En dan wordt het weer interessant vasthouden wat ze hebben bij Eupen. En op voor en die bal gaat erin. Weer goed aangenomen. Federa. Eupen wordt onder de voet gelopen. Federa. Op zijn eentje. Federa. Het is 5-4. Peters. Peters buitenom bij Drambayev. Doorgelaten. Het is 5-5. We vochten om het nog om te keren. Uiteindelijk leek dat te lukken. Maar dan is het heel zuur en dat je nog 2 punten moet afgeven. Wordt overgeslagen. En nu? Nu is hij los. Nu moet hij scoren. En dat doet hij ook. Het is 1-0 voor Sint-Truiden. We treffen aan de Gaverbeek. Moet dit dan het moment worden? Jawel. De score verdubbeld. De minuut. Het wordt Rommels met de vrije trap en dan gaat hij er meteen in. En dan staat het bij de eerste doelpoging al 1-0 voor de thuisploeg. Al zit aan 2-2 van op de stip dit seizoen. Toen kon nog geen penalty pakken en doet het nu ook niet. Al zat hij er heel dichtbij. On a pris un niveau qui était très bien. On espère qu'on continue comme ça, c'est le premier pas. Antwerp. En dan gaat hij door. Mooi. Mirossi. Oh, kijk eens aan. Wat een goal. Today it's time to wake up. I believe that today you need to do it. Van Anderlecht, Wes. Ze gaan toch moeten opletten tegen dit Zottewaregem. Kijk, daar zeg ik het net. Gano, gaat hij scoren? Natuurlijk gaat hij scoren. 10 minuten voor de rust. Verscharen laag. Trebel, afgeblokte bal. En daar een man in de draaien binnen. Amuzu, kappen, geraakt niet voorbij Sormo en dan geen overtreding. Raman met een plaatsbal. Oh, la la la.
Benito Raman. Klasse tegen Zulte Waregem. Hij was toen 16 jaar. Hier is een doer en die gaat hem gewoon gelijk maken. De Bast met zijn loopactie naar binnen maakt de ruimte, maar Murillo speelt hem hier kwijt. De Panamees laat hem liggen. Gaat Zulte Waregem dit afstraffen? Jawel! Het is 2-3 voor Zulte Waregem. Minuten ver, kort genomen hoekschop met Metsen. Daar is de kopbal van Foster en het doelpunt van Neustetter. Drambaev. Wat meer daadkracht nu bij Zulte Waregem. De voorzet Foster met de kopbal en het doelpunt Jelle Vossen. Ingevallen bij de rust. Doet het alweer. Een lang diep. Mooi van Joukla. Dan glijdt hij weer weg. Wordt het wel een perfecte voorzet. En daar is voorzet vanuit stand, moeilijk om aan te vallen, zo'n bal voor de spits, daar en door, en daar is de gelijkmaker. Skowolsen, Meijer, daar, de goal, Van Aken. En dit is balverlies, Tuma pikt op, Vertesse moeilijke controle, kan zich toch doorzetten, goeie bal op Wertas, en de goal van Union. Mooie aanval. Omschakeling. Valt er misschien wel een appel uit de kast. Boniface 2-0. Daar is de appel. En halen hard Lapoussin toch. Heerlijk van Lapoussin. Nog altijd. Daar de kopbal. En daar de 3-0. Jawel. En nu weer het balverlies. En Tuma. Fantastische goal. Hallo Kroket. Ja, wat een. Zo te waardig hebben we wel flink op. Meteen druk zetten op de bal. Vossen op zoek naar Gano, denk buitenspel. Kan wel 1-1 gaan met Hubert en scoort meteen voor Zulte Waregem. Arase legt hem terug, daar is Hornby. Die wil nog afleggen en scoort en het is 1-1. Belangrijk moment is het voor Jelle Vossen daar. Is de aanloop Vossen en hij gaat erin. Het staat 0-1 voor Zulte Waregem, 43ste minuut. Van de eerste helft. Voorzet van Guillaume. Opletten, daar is de kans. En daar is de gelijkmaker. Het staat 1-1. Het is Boaty. Het is weer de tijd. Het is tijd voor een nieuw derby. Tijd voor de pijn te lossen. Onze stad is gekend voor zijn pijn. Pijn die altijd blijven werken. Die een groep sterker zijn dan alleen. Met boer gaat het wat duren. Een paard voedt zich op zijn best op zijn eigen grond. En omringd door de meesten die tegen zijn. Tijd voor het paard in ons los te laten. Tijd voor een derby. Voor onze stad, voor onze club. Die krijgt hem terug van Regali. Abdelkader, Kadri. Dit is de eerste kans en meteen de goal. Niet al te veel van Zulte Waregem over de Federa-kant. De vrije trap van Borja Lopez. En daar is Chirani. En dan is er de gelijkmaker. Ze waren hem compleet uit het oog verloren. Alessandro Chirani. Het is een vrije trap van aan de middenlijn van Borja Lopez. Hier in het regenboogstadion. Triple pasjes. Selemani rechtstreeks geprobeerd. Faiz Selemani. Dus Mirosci. Vossen, goede aanname. Dan mag je hem niet laten trappen. En uiteindelijk wordt het een goal. Die bal krijgen ze niet weg bij Kortrijk. Een doer. Die werkt het af. Ineens komt hij aan die bal. En dan is het hordenlopen bij Sissako. Avenatti gevonden. En de goal. Dit is een schitterende goal. Het is nog niet de avond voor de Zulte Waregem spitsen, maar nu wel. Zinho Gano twee keer kort naar elkaar. Op een voorzet van aan de cornervlak van Chirani. C'est notre première mi-temps qui n'est pas suffisant. Voilà, je les félicite. On avait un 12e homme qui était là, qui était derrière nous, même dans les moments difficiles. Bossut opletten, Singhi kan opzij, trapt zelf en Bossut die zijn fout goed maakt. Schrijvers nog, Schrijvers, doelpunt. Niet tot bij Torstensson, nu bij Singhi. Torstensson, nu dan, jawel.
Eriksson. Gaat hij zelf. Geeft hem tussen op de Norre. Jawel, de Norre. Het staat 3-0 op de counter. Puntje 8 kunnen zijn. Daar komt hij. Vossen tegenover Koyukaru. En prachtig binnengelegd. Thorsteinsson voor 4-1. Daar komt hij. Jawel, zet hem perfect in de hoek. Een doer. Gaat dit nu afmaken. Gano. Gano schiet hem binnen. We zitten bij 4-2. Heeft alle tijd om een goede voorzet af te leveren. En dat is ook een uitstekende voorzet. Fantastisch binnengewerkt met de kop. Als je bij de Red Bull teams hebt gespeeld. Sam Wazen, dat was een overtreding. De scheidsrechter laat voordeel. En dan een geweldige goal van Alessio Castromontes. Goed, de treffer valt met de hoekschop van Rommes. Daar is Gano en dan de goal van De Rijk. Gano ging er onderdoor. Timothy De Rijk op zijn 100ste wedstrijd. Nu zo is deze tweede helft uitstekend gestart voor het team van Leijen. Maar dan moeten ze natuurlijk uitkijken. Inspelpas voor Adi Lundoer. Moet wel een beetje uitwijken. De voorzet nog. En daar is Jelle Vossen. Bal zomaar op ijs. Hier komt de poging van Orban. Oh! Gift Orban. Het is 2-4. We krijgen de bal niet weg. Vila levert in. Hier is Malik Fofana. Die legt achteruit. En daar is de hat-trick. De Poitre. Gelaten door de Saar. Orban. Van Alzate voor Fossi. Ja, waarom niet in één tijd? Fossi. Omdat het zo kan niet op. Voilà. Even met z'n tienen zijn ze zo te waardig. En daar is de goal al. Noé Dussen op corner. Broels. Fedira. Probeert te lobben. En die bal valt er zomaar in. En doordoen. En dat lijkt hij ook van plan. Broels. Daar gaat een doer. En geen buitenspel. Een doer, dit moet het dan zijn. Jawel, dit is het ook. Het kan de start van iets something beautiful, guys. Yes. This mentality. We can take Antwerp wanneer we get off. Come on, boys. Gevaarlijk deze situatie. Iedereen terug, veel volk. Een bal die zomaar kan doorschieten. Een flipperkast goal is ook zo snel gemaakt natuurlijk. En daar is ze. Daar is de goalstrijd. Dat zal hard zijn, denk ik dan. Boom. Eens kijken wat een doer daarvan bakt. Want die zit er goed tussen. Een doer moet het zelf doen. Een doer plaatst hem binnen. Je kan niet zeggen, na 27 minuten voetballen, dat het allemaal gestolen is wat Zulte Waregem doet. Deze bal nog. Mark met het hoofd. Daar is een nieuwe kopbal. En daar is de gelijkmaker. Hier is Ilaim Maharitra. Dit is wel op maat, deze paas. En daar is ook de 2-1 van Isaac Mpensa. Broels mag er zijn. Is helemaal op maat van Fadera. Hier ligt nog een kans voor Zulte Waregem in het verschiet. En daar is de gelijkmaker. Op de 3-2. Een Mpensa had hij aan de voet. Mark misschien ook. Mark krult hem met de linker binnen. En iedereen stormt het. De minuut van deze partij. De verdediging van Eupen schuift naar voren. Daar is de kans en daar is meteen de 0-1. Het staat 0-1. Dat zijn de instructies. Duidelijk van Edward Stil. Opgelet dan toch vooral voor die lopende mensen. Vormer. Dan is er opnieuw eentje. Klaar liggen Kano. En dan gaat hij er opnieuw in. Wat erger uit. Ze zijn dus toch met zijn 11 Kano ondertussen. Kano. En daar is de 0-3. Staat 0-4.
Fadera. En met die snelheid tegen Paashuizen de voorzet. Voor me recht op klaar, Kano. 0-4. First half is over. 0-4. We dreamed about this. We do the second half with the same mentality. Nobody does 1% less than what he did in the first half. Not 1% less. Wat zij nog kunnen laten zien in deze tweede periode. Klaarleggen, Preveljak, de save van Bostin. Maar het staat wel 1 tegen 4. Want Preveljak in tweede instantie. Heeft hij de bal van Fadera. Nu wel Ruud Vormer. Daar is Vormer. Beste boeren, Hans Solo hier. Zondag is de laatste kansen. De allerlaatste kansen. Zie die naalden. En zie dat deugen. Jawel, door dat deugen kunnen we nog kruipen. En door dat deugen moeten we kruipen. De Roma te komen zondag naar het stadion. En de ploeg te steunen. En vier te geven. En te vechten. En te gaan. Op leven en dood. En aan al de spelers, het maar één ding te zeggen. Smijt hem er. Laat hem er kop. Voor ons allemaal en voor ons kinders. Pakt u de kansen. Want om ze nu niet pakken, dan gaan we later op ons sterfbed alleen en zeggen. Waarom hebben we die kansen niet gepakt? Die ene kansen. Om aan ons kinders en kleinkinders te vertellen wat er op zondag 23 april 2023 in Wareham is gebeurd. Gasten, herpakt u en pak de kansen. Tot zondag en tot volgend jaar in eerste klasse. Voilà, tot donder, gasten. Ah, die nolde. Bakkerink, Bo, en dan de voet van de Rijk, afvallende balletje van Sikke. En het is zwaar, 0-1 voor Cercle Brugge. Stond bij Hugo Sikke, nog eens terugspelen tot bij de maan. En dan is daar niet de 2-0, jawel, nu wel, Ueda. Snel genomen hoekschop, daar komt hij voor doel. En dan is daar de kopbal van Vossen, Willen. Nog eens naar zijn linker, en dan gaat hij binnen. Lucas Willen met het doelpunt van de hoop. 59ste minuut, 1-2, Zulte Waregem in de wedstrijd. Sissako centraal, gaat het naartoe, kan meegeven met een doer. Sissako, een doer. En dan, niemand aan de tweede paal, maar een doer scoort! Drie kwart wedstrijd zijn we ver, 2-2. Van Denke, wil voorbij Willen, dat lukt ook. Ueda, in de 83ste minuut terugleggen, Denke. De redding van Bostin, Sommer scoort! Komt er nog eens, dan in de handen van Majetski. Het is gedaan. Er wordt een einde gemaakt aan 18 jaar Zulte Waregem in eerste klasse. Ze zakken naar de tweede klasse.